We zijn hier in Reeuwijkbrug omdat we een heel leuk jubileum te vieren hebben. En ik zit hier met een ex-voorzitter en een huidige voorzitter van Zalencentrum De Brug. Meneer Edelman, u was de eerste voorzitter van de Vereniging van De Brug. Ik was de eerste. Er was even kort een ander. Dat was meneer Ockhuizen. Maar daarna, vanwege mijn verenigingsinteresse, ben ik toen voorzitter geworden, ja. Hoe is De Brug eigenlijk ontstaan? Hoe is dat hier gekomen? Nou, dat heeft een hele lange voorgeschiedenis feitelijk. Maar we hadden tussen de verenigingsraad, dat was van de gemeente gevraagd, vanwege dat we dan ons dorphuis zouden kunnen gaan bouwen. En wat nu De Brug dan is en toen ook. Maar dan moest het een verenigingsraad hebben en die moest dus daaruit een dagelijks bestuur kiezen. En om dit allemaal dus te verwezenlijken. En om het te verwezenlijken was dus het noodzakelijk dat de verenigingen een derde in zouden brengen in werk. Dat is lastig te organiseren, denk ik. Dat was heel, heel, heel moeilijk. Om alle neuzen dezelfde kant te krijgen. In de gesprekken ging dat wel makkelijk. Maar in het echte doen was het toch wel wat moeilijker. En dan moet ik ook mijn complimenten uitspreken. Dat in de tijd dus ook al de mensen van de Margriet, hier veel, heel, heel veel gedaan hebben. En het was dus het idee van de verenigingen moeten een eigen gebouw hebben. En daarom werd De Brug gebouwd. Ja. Toen het geopend werd, hoe ging dat toen? Het was in 1962, toen werd het geopend, toch? In 1962 werd het geopend, ja. En dat weet ik niet goed meer, nee. Moet ik eerlijk zeggen, nee. Dat weet jij, Bert, volgens mij, want jij hebt het opgeschreven. Ik dacht dat de commissaris van de Koningin, de toenmalige. Er is toen een heel programma geweest. De commissaris van de Koningin, meester Klaasens, is toen geweest. En daar is met heel veel poeha, zou je tegenwoordig zeggen, is daar een programma omheen gebouwd. Er was een speciaal damesprogramma. Mevrouw Klaasens die ging op bezoek bij een aantal lokale bedrijven en bedrijfjes. Onder andere een klompenmakers hadden we toen nog, Slingman hadden we nog hier. En voor de rest was het hier een officiële aangelegenheid met uiteraard de burgemeester en de bestuursleden erbij. En Wim weet het niet meer, maar hij moest toen nog een praatje houden van vijf minuten stond er in het programma. Dus dat zou je wel gedaan hebben. En het leuke was, want het was niet het gebouw zoals het er nu staat. Het was allemaal veel kleiner. Het had een hele grote glaswand. En de commissaris van de Koningin die noemde het een tempel van lucht en licht. En daarmee kenschetste die eigenlijk de ruimtelijke beleving die hij binnen kreeg. Want hoe zag het er in het begin uit? Het was al een podium, denk ik, een zaal of niet? Ja, ik denk dat de grote zaal is wat dat betreft niet veranderd. Dat is nog zo als het nu is. Alleen, de grote zaal? De grote zaal. Maar, ja, de luifel is er aangebouwd, een stukje, maar de zaal op zichzelf is nog ongeveer hetzelfde. En als we dus achter ons kijken, dat gaat op de film, dat was ook maar de helft wat u nu ziet. En aan de andere kant was ook maar een kleine zaal en dat is dus toen later ook aangebouwd. Het werd zo'n succes dat het te klein werd. Ja. Wat bijzonder is aan De Brug is dat het echt commercieel geëxploiteerd wordt. Hè? De gemeente is er helemaal uit, zeg maar. Het krijgt geen subsidie meer. Nee, vanaf het begin heeft de gemeente garant gestaan voor de subsidie op de tekorten die zouden ontstaan. Nou, die tekorten, ik weet dat niet precies, ze zal het ene jaar eens een keer in de plus gezeten hebben, maar een heleboel jaren zat het ook in de min, dat paste de gemeente bij. Maar daar kwam steeds meer frictie met een gewone horeca. Je kreeg wat ze dan noemden dat paracommerciële exploitatie. En de gemeente Reeuwijk besloot zo rond 2001 van wij trekken onze vertegenwoordigers in het bestuur terug. Want dat is een beetje een dubbel functie. En we stoppen ook met de subsidie. Dus stichtingsbestuur gaat maar lekker zelf uitzoeken. En hoe zien jullie de komende 50 jaar? Nou ja, ik durf nooit 50 jaar vooruit te kijken. Dat is lang, hè? Dat is heel lang. De hele wereld verandert. De overlevingsmogelijkheden voor zalencentra zoals De Brug, die zijn bepaald niet florisant te noemen. Je ziet dat er her en der ook gesloten zijn. Je ziet toch ook een trend naar hele grote zalencentra waar je gewoon megapartijen kan doen.
Wat we ook constateren is dat het aantal verenigingen uit de tijd van de oprichting dat Wim sprak en nu dramatisch is teruggelopen. Dat is overal. Je ziet het ook in Bodegraven gebeuren, recent nog met de Triomf. Maar hier ook. We hebben geen plattelandsvrouwen meer. We hebben geen damescontactclub meer. We hebben geen carnavalsvereniging meer. We hebben geen christelijk gemengd koor meer. Nou, zo kan ik er nog een aantal opnoemen. Daarbij zijn er ook nog accommodaties gekomen die geschikter waren voor bepaalde groeperingen. We hadden vroeger sport hierin. Maar goed, we hebben onze eigen sportaccommodaties. Dus de gymnastiekvereniging maakt geen gebruik meer van de brug. Dus je ziet dat er nogal wat verenigingen of niet meer bestaan of een andere accommodatie gevonden hebben. Hallo Arie, bent de beheerder hier in de brug? Ja, dat klopt, ja. En vanaf hoe lang al? Vanaf 1989. 1989, dus dat is even snel 12 en nou, 20 jaar, zeg maar. Ja, ruim hoor, 23 of 24 jaar bijna. Ja. Dus. En het is ook echt je beroep, hè? Ja, ja, vanaf het begin af aan, vanaf 18 jaar of zo. En wat vind je nou leuk om hier te werken? Wat is er nou zo leuk aan? Het meest leuke is het afwisselende. Elke dag is het weer anders en anders. En dat houdt een beetje smeuig. Ja, we zijn dus nu in de keuken. Die is nog niet zo heel lang geleden weer een stukje vernieuwd. Ik denk 2 of 3 jaar geleden. En toen hebben we alles weer aangepast en wat nieuwe apparatuur aangeschaft. Want we doen toch alles zelf maken. Voorbereidende werkzaamheden en dat soort dingen. Dus alles wordt hier vers bereid. En dan, dat is ook een beetje de kracht die we dan proberen uit te stralen. Van jongens, je moet zorgen dat je alles goed weet qua productie en dat soort toestanden. Dat is wel een heel mooi ding. Zo'n steamer hebben we toen de tijd aangeschaft. Kostte wel een paar centjes, maar je kan alles, alle minuut heel goed bereiden en dat soort dingen. Je kan een soort snelkookpan. Nou ja, snelkookpan. Maar je kan heel veel dingen erin doen en heel veel dingen erin klaarmaken op korte termijn. En dat is wel een redding om de grotere partijen goed te blijven doen. Als burgemeester wil ik dan ook het bestuur van harte feliciteren met het 50-jarig bestaan van Zadelcentrum De Brug. Die felicitaties geldt wat mij betreft ook voor alle inwoners van onze mooie gemeente. En bijzonder van Reewijk. Laten we met z'n allen blij zijn dat deze voorziening er voor ons is. En dat is zeker, zeker in deze tijd, geen vanzelfsprekendheid meer. En het is dan ook goed om te zien dat het bestuur ook zonder gemeentesteun heel goed in staat is gebleken om een prachtig huis voor de gemeenschap open te houden. Dat verdient wat mij betreft een heel groot compliment. En wat mij betreft ook een applaus voor al die bestuursleden die dat al die jaren in de benen hebben gehouden. En jullie zijn huurders, hè, van de brug? Wij zijn huurders op de dinsdagmiddag al meer, al denk ik ook al 40, 50 jaar haast. Al bijna vanaf het begin? Bijna van het begin. En dat was Rie Laurenburg, was daar de oprichtster van. En dat stond er onder. Eigenlijk onder de plattelandsvrouwen. En sinds 2000 zijn wij zelfstandig geworden. Zijn we zelfstandige Brits Club geworden. En jullie zijn tevreden over de brug? Ja, geweldig. Iedere keer een feest en altijd leuk. Goede bediening en de zalen altijd keurig voor elkaar. Nee, geweldig. En ik heb hier twee mensen uit Sluipwijk. U bent van? Ik ben van de Sluipwijkse Margriet. Ik ben de penningmeester. Penningmeester, kijk. En u bent? De secretaris. Secretaris en de penningmeester van de Margriet. En u organiseert ook altijd feesten, hè? Ja, klopt. We hebben een groot zomerfeest. Dat is op een buitenterrein. En 's winters hebben we hier een middag en een avond. 'S middags voor de ouderen. En 's avonds voor de jongeren, zeg maar. En dan gewoon gezellige dansmuziek. 2 of 3 grotere artiesten. En dat maakt het helemaal compleet. Het is gezellig. En hoe lang bent u al penningmeester van de Margriet? Sinds 96 ben ik in het bestuur en ik denk sinds 98 ben ik penningmeester. Dus ik zit er al vrij lang in. Ja, klopt. En u bent al lang lid van de Margriet? Lid van de Margriet al heel lang. Ik denk al een jaar of 30. U heeft niet het begin meegemaakt? Nee, want zo oud ben ik nog niet. We hebben hier nog een paar tevreden huurders, neem ik aan, hè? Absoluut. En van welke vereniging zijn jullie? Ik zit hier met 2 petten op. Ik zit namens de Cacophonie, Kapellenfestival. En ik zit namens de verstandelijk gehandicapte carnavalsviering, de IJsselstampers. Zitten we elk jaar hier. Dus er is nog wel een carnavalvereniging in Reewijkbrug? Nou, die is niet van Reewijkbrug, die is van de regio. En dat zijn allemaal verstandelijk gehandicapten. En dan 1 keer per jaar is de carnavalsmiddag hier.
omdat Gouda geen zalencentrum heeft. En hoe lang bestaat de cacophonie al? Cacophonie bestaat nu 16 jaar, het komende jaar. En we zitten denk ik 11 jaar hier in de brug. En waar zat u daarvoor? In Gouda gezworven, in de Garen Spinnerij en in de Zebra. En daarna zijn we hier terechtgekomen. En wat is het voordeel van de brug? Nou, ten eerste de geweldige samenwerking met Arie van Sint-Truijen, waar we heel fijn mee werken. En dat is eigenlijk wel, en het gebruik van het hele gebouw, en dat is eigenlijk wel 100% beter dan het in Gouda was. Tijdens de receptie is er ook een hele mooie tentoonstelling samengesteld. Ik dacht door Bert, want die heeft het archief waarschijnlijk helemaal doorgespit. Bert Verwer heeft dat georganiseerd met de medewerkers daarvan natuurlijk. Ja. En u bent een bekend raadslid, toch? Ja, ik ben vanaf mijn trouwe jaren, zeg maar, ik ben in de 60e jaren getrouwd. En ik heb hier op de Ratersweg nummer 61 heb ik gewoond. En ik heb toen ook het gebouw zien ontstaan. En dat wil zeggen, toen was het nog kale grond. Er is toen ook, u kunt dat daar zien, je hebt daar een gebouw. Toen stond het nog geheel vrij in de natuur. En toen is er ook nog, daarachter de weide landen, werden ook nog gras. En toen, ik was veehandelaar van beroep. En toen hebben wij daar ook nog hooi gebouwd. Dus wij hebben dat land, wat nu de huizen hierachter staan, hebben wij ook allemaal nog hooi gebouwd. Dus in de jaren 60 is natuurlijk ontzettend veel gebouwd, hè? Heel veel, na de 60e jaren is er heel veel hier in Reeuwijk gebouwd. En ik zit nu 25 jaar, meer dan 25 jaar in de raad. Dus ik heb de hele geschiedenis hier ook meegemaakt van deze situatie. Daarom kan u zien op deze foto hier, dat ik in 1984 samen met Peter Vogelaar en de vorige beheerder Jan de Haan ook hier nog aanwezig was. Hier hebben u de foto die alleen staat in de weide. Dus dat wil zeggen, hier had je de kale foto en daarachter hadden we het land waar ik dan, zeg maar, als agrarische sector ook alles ben. En samen met hier die naast me staat, Peter Vogelaar, hebben wij ook deze situatie meegemaakt. Dus ik vind het zeer interessant dat dit vanavond ook mee mag maken. Kijk, je krijgt die leeftijd, alles kan gebeuren natuurlijk. En hoe belangrijk is de brug voor u nu nog? De brug is natuurlijk een belangrijk iets in Reeuwijk en dat moeten we ook blijven houden. Het comité behoudt Reeuwijk. En bent u nu teleurgesteld dat de bodegraver erbij gekomen is, of niet? Nou, ik had het liever gehouden zoals het was natuurlijk. Maar ja, het is toch een groene hartgemeente gebleven. En daar zijn we heel blij om. Want Gouda, ja, dat was natuurlijk toch meer verstedelijkt. En dat hadden we echt niet leuk gevonden. Toch wonen er wel heel veel Goudenaren in Reeuwijk, hè? Ja, dat wel. Natuurlijk wel. Voelen zich niet meer verbonden met Gouda? Nee, niet. Het is altijd toch meer het groene hart en de plassen. Dat is allemaal heel belangrijk. En als dan een grote stad daar het beheer over krijgt, hebben we toch zoiets van, nee, dat kan niet goed zijn. We hebben nog een tevreden huurder gevonden, denk ik, hè, van de brug. Ja, zeker. En je hebt jouw Reeuwijkbrug. En hoe lang bestaat die vereniging al? Wat denk jij? Nou, heel lang, heel lang. En het is al heel lang geleden dat ik voorzitter was. Hoe lang is het? Dat is, ik ben ook nog 6 jaar voorzitter geweest. Ik denk dat de EHBO-vereniging wel 50 jaar... Hoe oud? Jij was 16? Ik zit er bijna 30 jaar aan. 40. Dus bijna net zo oud als de brug? Ja. We hebben hier een van de nieuwe huurders gevonden. Meneer, u bent van de Rekum. Rekum. Ja. Rekum. Ik ben voorzitter van Rekum Stichting... Reeuwijkse culturele manifestatie, zoals het zo mooi heet. En hoe vaak huurt u de brug? Nou, u zegt een van de jonge huurders, maar dat is niet zo. Want we zitten hier al de nodige jaren. We organiseren zo'n 5 à 6 concerten in het jaar. Kamermuziekconcerten. En we zijn begonnen in de Ark. Maar ja, hoeveel jaar geleden? Dat zal toch al wel gauw een jaar of 7, 8 geleden zijn we naar de brug gegaan. We hebben gemiddeld het afgelopen jaar 130 toehoorders gehad. Dus wij vinden dat het goed gaat hier. Ja. En heeft u nu een zomerstop? Nu een zomer. Het is echt voor het winterseizoen, hè? Want wanneer begint u weer? In september? Oktober. Oktober. En dan gaat dat zo door tot april, meestal het laatste concert.